We gaan leren. Strijden. Ja, je hebt tentamen. Ja, blijf dat er even in. Dat doe ik helemaal niet. Ik kom je motivatie brengen. Ja, dat helpt wel. Maar ik vind dit stukje dus echt op een, hoe zeg je dat? Een vliegveld, terminal. Oh, ik dacht dat ik vanzelf open ging vorige keer. Ja, kijk hoe pretty. Wow, aesthetic, aesthetic. Nou, het lijkt gewoon zo alsof je zo'n gangetje dat je zeg maar van de airport naar de vliegtuig inloopt, zeg maar. Beter kan je mee naar Maleisië dit jaar. Echt een grote mis. Ik heb je poekie. Ja, dit is de Nederlandse Mikado. Oh, Mikado. Kijk welke boeken we beide hebben. Nice. Echt, ja. Ik heb echt gejankt. Ik heb ook bijna gejankt. Ja. We lezen hetzelfde boek. Niet hetzelfde boek van hetzelfde schrijver, maar onder een deel. Ik ben deel 2 aan het lezen, Esther is deel 3 aan het lezen. Ik heb deel 3 eerder gelezen dan deel 2. Ik heb deel 2 eerst gelezen en toen 1. Wauw. Mijn vader had het verhaal bij de bakker. Wat heeft hij gedaan? Wauw. Waarom ben jij zo prepped? Ja, Esther is echt prepped. Ik en Steve allemaal gebakjes. Ik heb een appelvlat. Oh my god. Mijn appelvlat heeft zelfs gelekt. Ik ben een kruimhout. Of ik appelvlat wil opdrinken? Zeker niet. Oh ja, jouw planner. Oké, ik zit nu in TU Eindhoven. Ik ben een Leidse student. Maar ik zit in TU Eindhoven. Te chillen. Hell yeah. En dingen te doen, terwijl mijn maat gewoon tentamen heeft. Toch? Ja. Hoe voel je je? Gestrest. Maar het komt goed. Maar je bent super goed aan leren. Je had die toets super goed gemaakt. Ja, hoeveel toets? Ja. Dus je gaat het gewoon killen, girl. Je gaat killen. En ik denk dat vorig jaar heb ik echt bijna niks invullen. Zelfs van niks invullen heb je 2,3. Ja. En steeds niet aan het journalen. Dat is hoe zij haar stress uit. Hoe ik mijn stress uit. Ja, Nederlands schreeuwt, zeg maar dat. Ik zou op zich schreeuwen lijkt me echt heel fijn om een keer te doen. Gewoon in een berg of zo, terwijl er niemand is. Gewoon alles uitschreeuwen. Ja. Hebben ze een lijstje bergen, toch? Ja. Ja. Nee, als ik stress heb, ten eerste eet ik niet. Ik ben geen stresseter. Ik val af. En wat ik nog meer doe, is gewoon letterlijk aan de bak gaan. Gewoon letterlijk gaan leren. Dat vermindert mijn stress. Ja, als ik leer, vermindert mijn stress. Als ik een dag niet leer. Zeg maar van die mensen die zeg maar, door stress niet meer kan leren of zo. Niet kunnen concentreren. Dat heb ik niet. Ik moet leren. Dus ook als ik één dag van tevoren, dan heb ik gewoon veel minder stress. Dan heb ik ook met anxiety. Dan ga ik juist leren. Lijkt positieve stress, I guess. Ja, zeg maar, ik weet niet of het een zonnedruk is, maar het is... Dus, ja, voor mij werkt het. Ja. Was soms dan de dag voor de tentamen onthoud ik veel meer dan dagen voor de tentamen. Ja. Dat is echt erg. Je drinkt veel koffie in de week. Huh? Je drinkt veel koffie toch? Maar niet per se om wakker te blijven of zo. Want ik merk dat niet echt. Dat ik daar wakker van blijf. Nee. Een dubbele markeerstift. Oh, dat is best schattig. Oké, ik ben echt nieuw in programmeren, maar het lijkt me heel interessant. En mijn vriendin doet data science, dus met een beetje hulp van haar, een beetje self-study. Ik wil gewoon een beetje een beginnetje maken aan programmeren. 30 minuten? Nee. 20? 15. 15, ja. Oké. We gaan eerst 15 minuten lezen uit ons boek en dan gaan we samen leren. Ik zet een stopwatch voor de hele dag. En dan kijk ik zeg maar aan het einde van de dag hoe lang ik geleerd heb. Oh, damn. Inclusief lezen. Wow. How is the interview?
Wat is dat? Een koffiebroodje? Dat is echt goed. Wat ben je aan? Automata. Oké, ik ben nu sollicitaties aan het maken voor ons bestuur. Want ons bestuursjaar is bijna weer voorbij. En het is tijd om een nieuw bestuur te zoeken. Dus ik ben nu een Canva vacature aan het maken. Opladen dan. Ja. Oké, we gaan zo even naar buiten om te wandelen. Ja. We hebben helemaal lang gezeten eigenlijk. Ja. Maar ik moet even kijken, om 3 moet ik hier weer terug zijn. Want ik moet vergadering leiden. Oh ja, nee, niet zo lang. Gewoon 10 minuten. Oké, we gaan 10 minuten wandelen. Of een kwartier. Nee, we weten het nog niet. Nee, geen uur of zo. Ja, mag ik wel. Zeggen? Jij gaat deze toet gewoon. Nee, je gaat deze toets gewoon killen. Ja. Je gaat het killen. Ik heb ook vertrouwen in je. Je hebt geen dag geskipt. Ja. Je hebt geen 1 dag geskipt. Waar is hij? Oh. Interesting. Oh, een technische universiteit met technische moeilijkheden. Het is zo zonnig vandaag. Wow, zie je die dikke ding heen? Welke is dat? Ik liet mijn telefoon bijna vallen. Maar mijn reactievermogen is goed genoeg. Oké. Okay. Getest. Ja. We lopen nu naar de Spar. Misschien pak ik... Misschien pak je? Ga je kijken hoor. Ga je iets pakken? Maar jij drinkt nog steeds geen koffie. Nee. Hebben ze chocomel? Ja, maar dat... Oh, deze kan. Even nadenken. We gaan naar de duurste supermarkt in Nederland. De Spar. Want dat is het enige wat ze hier hebben. Of course not. Ga je hier schrift halen? Oh nee, 3 euro. Ja, ik dacht al, het is hier echt duur. 3 euro voor een schrift. En steeds avond eten. Broodje Unox op een hard broodje? Never! Nee? Nee! Oh. Katten! Ah. Mijn armen zijn veel te kort voor een goede. Ja. goede enkel. Ja, klopt. Kleine ik mensen voor mij. Nee, grapje. Ze zegt dat je moet groeien. Grapje. I wish I could. Bro. Wil je wat van mijn Nederlandse geven? Ja. Kan je dat even aan mij geven? Ja, implementeren. Hier, Elik, misschien vind ik TU toch niet zo heel, heel saai. Nee. Ja. Eigenlijk is TU gewoon best wel mooi. Wat is de klok? Oh, van werk dan wel. Oh. Ja, Simon Steven. Oké, dit is een mechanical engineer gebouw op het TU. Piano guy. Wow, it's so sunny today. Niet normaal. I love it. Ja? Yeah? Wil jij 1000 euro per maand huur betalen, maar wel dicht bij de campus wonen? Wil je een nerd worden? Ja. Huur dan hier een kamer. Echt grappig. Mensen van jongere leeftijd die krijgen hier een rondleiding. Ja. En mijn vrienden en ik zijn echt van ja, we willen die kinderen vertellen van nee, kom hier niet. Be happy. Blijf hier ver weg vandaan. Van Nederland of van de Unie. Alles. Alles. Iedereen. Oh damn. Wil je gelukkig leven leiden? Kom dan niet hierheen. Nou ja. Kom ook niet naar Leiden. Ja, kom niet naar Leiden. Kom gewoon niet naar Gewoon Leiden. Kom niet naar Nederland. Oh. Okay, ga pokeballs pakken. Oh, ik viel bijna. Door steentjes die eruit staken. Ga pokeballs maken. Ga gewoon werken. Ja, ga gewoon werken. Nee. Grapje. De treden zijn net niet hoog voor een goede stap, maar net weer niet te laag. Kijk, ik heb niet eens stress, maar ik begin hier een puistje te krijgen. Iedereen weten. Ja. Nu weet iedereen het al. Oké, hoe zijn we weer terug?
voor studieruimte. Ik heb zo een vergadering. Dus ik moet nog een Google Link gaan aanmaken. Google Meet. Ik hoop alleen niet dat de vergadering 2 uur duurt. Want ik heb eigenlijk helemaal geen zin om 2 uur te gaan vergaderen. Dat is echt lang. Nou, bestuursvergaderingen zijn meestal 2 uur. Dat is hella lang. Want je wil iedereen, zeg maar, het woord geven. De meeste zijn bestuursvergaderingen wat langer. Maar de dingen die je moest bespreken is ook wat groter. Ingewikkelder. Meer inhoud. Is het zo lekker als vorige keer? Beter. Want het is groot. Ik wil niet verpesten. Jij eerst? Shit. Oké, we hebben hier hojicha brownie. En taro brownie. Oké, ik moet 2 handen. Dit is echt lekkerder dan vorige keer. Mijn smaak op binnen zijn een beetje verdoofd. Ja? Omdat het zo koud is. Wow, ik zie er echt heel erg ingepakt uit, maar ik ben niet thuis bij mijn ouders. Het is ook heel laat in de avond eigenlijk. Nou ja, we hebben de verwarming niet aan vanwege de hoge energiekosten. Maar ik wil nu piano gaan spelen. Maar het is te koud en mijn vingers zijn ook helemaal bevroren. Dus ik dacht, man, trek nu gewoon mijn jas aan. Ik heb zelfs een trui hieronder, moet je nagaan hoe koud het dan is. Ja, ik probeer dus dit liedje te leren. Ik weet ook niet hoe ik dit wegkrijg eigenlijk. Oké, ik probeer dus dit liedje te leren. Oh, actress of actor. Ik weet niet hoe het vertaald is. Vanuit het Chinees, maar het is Hadjoker Sweer. Ja, het is best wel een moeilijk stuk. Dus ik weet niet eens of het mij gaat lukken. But I gotta try.